Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Leiding regionaal ziekenhuis Wanica gaat in op werkwijze bij COVID-19. Samenleving verder geïnformeerd door managementteam. BOG komt burgerij tegemoet met drive- en walkthrough test units. Burgers geven mening over nieuwe fase COVID-19. En COVID-19 is een realiteit. Beheersbaar houden van belang. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft sedert de uitbraak van het COVID-19 meer dan 250 met COVID-19 geïnfecteerde patiënten behandeld. Er wordt dagelijks hard gewerkt om de beste zorg te bieden aan de patiënten. De zorg wordt geboden door zowel Surinaamse als Cubaanse artsen. De ziekenhuisleiding geeft in gesprek met Focus een beeld van de werkwijze bij COVID-19. Wanneer er COVID-19 positieve patiënten worden gebracht naar het ziekenhuis, worden ze gescreend door de artsen en verpleegkundigen die hier werken. Afhankelijk van hun toestand, afhankelijk van de metingen, worden ze dan geplaatst op unit 1, unit 2, unit 3 of unit 4. Vaak genoeg in eerste instantie, wanneer ze pas binnenkomen, worden ze geplaatst op unit 1 of unit 2. Ik praat over unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Dat zijn de verschillende units in het ziekenhuis. Waar de patiënten ondergebracht worden en er is een onderverdeling gemaakt tussen mensen die zorgbehoevend zijn, erg zorgbehoevend zijn, minder zorgbehoevend zijn en helemaal niet zorgbehoevend zijn, maar wel positief getest zijn. Dus mensen kunnen heel ziek zijn, ze kunnen minder ziek zijn en anderen zijn ook wel positief, maar hebben bijna geen ziekteverschijnselen. Vandaar die onderverdeling in unit 1, 2, 3 en 4, zodat die patiënten ook afhankelijk van de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben, geplaatst worden op een unit, waar ze dan de zorg toegepast op hun situatie kunnen krijgen. En als er veel ernstiger ziek zijn, dan kan er eventueel een overplaatsing naar de intensive care noodzakelijk. De patiënten zijn, zoals ik het al zei, onderverdeeld verschillende units, afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben. De meeste van ze zijn bijna niet ziek of niet zorgbehoevend. Dus in principe zou je moeten zeggen, deze mensen horen eigenlijk niet in het ziekenhuis thuis. Want ze zijn niet zorgbehoevend. In het buitenland, Nederland bijvoorbeeld, werden de mensen die niet zorgbehoevend waren, thuisgelaten. Die moesten thuis blijven en thuis uitzieken. En bij klachten konden ze dan de dokter bellen. In onze Surinaamse situatie is er dus besloten dat we alle mensen die positief getest worden, eigenlijk uit de gemeenschap weghalen en ergens onderbrengen. Met het doel om dus verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. De mensen die niet zorgbehoevend zijn, die niet echt zorg nodig hebben, die op zichzelf kunnen letten, maar die je toch wel uit de gemeenschap wil halen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een aantal zijn ook in residence in ondergebracht. Een aantal zijn vanuit het Wanica ziekenhuis, nadat ze opgeknapt waren, geen ziekteverschijnselen hadden, maar nog niet ready om naar huis te gaan, ook ondergebracht in residence in. En als het goed is, is KKF ook in orde gemaakt. Om dus de mensen die niet zorgbehoevend zijn, maar wel nog niet naar huis kunnen, op te vangen.
sinds het Wanica ziekenhuis is aangesteld als de designated hospital voor COVID-19, heeft het Wanica ziekenhuis voorbereidingen getroffen. Natuurlijk verwacht je niet zo'n piek gelijk in één keer. En ik denk dat op zo'n hoogste aantal dat we in één dag hebben gehad, was volgens mij 25 als ik het goed heb. En we hebben ons dus wel daarop kunnen voorbereiden om de patiënten op te vangen. Natuurlijk, niet alle COVID-patiënten zijn zorgbehoevend, hoeven in een ziekenhuis behandeld te worden. En daarop is het ministerie ook gaan inspelen om natuurlijk ook andere locaties vrij te maken om ook daar COVID-patiënten op te vangen. Het Residence Inn Hotel was daar één van ze. Toen wij dus zagen dat op een gegeven moment de druk een beetje te hoog werd voor het Wanica ziekenhuis, heeft het COVID-management team ook gelijk Residence Inn in orde gemaakt om ook zo de patiënten die niet zorgbehoevend zijn, naar daarover te brengen. Zijn er genoeg zorgverleners voor de patiënten die hier zijn? Nou, zorgverleners, dat is een landelijk probleem. Human resources is een landelijk probleem. En alle ziekenhuizen willen daarop inspelen, proberen daarop in te spelen. De ondersteuning van het Wanica ziekenhuis krijgen we van alle ziekenhuizen, het AZP in het bijzonder. De meeste verpleegkundige artsen en doktoren die hier werken zijn vanuit het AZP. Daarnaast hebben we ook het Slaan ziekenhuis en het Diakonese ziekenhuis. En we proberen dus onze human resources te clusteren en zo dan die zorg te bieden voor de patiënten. Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid ook 50 Cubaanse medici laten halen om eigenlijk dus dit gebeuren te ondersteunen. De Cubanen die werken onder supervisie van de Surinaamse specialisten. Maar normaal gesproken zou er een inburgeringstraject van minimaal 6 maanden voordat ze hier beginnen te werken. En dat is door deze situatie heeft dat niet plaatsgevonden, wat soms wel wat voor communicatieproblemen kan veroorzaken. Maar we proberen dus daarop wel in te spelen en het structureel aan te pakken, alleen om die zorg te verbeteren aan de patiënten toe. We hebben begrepen dat er weer een aantal besmette personen zijn die naar het ziekenhuis zullen worden gebracht. Ja. En er worden de handelingen die worden ook in orde gemaakt. Mm-hmm. Is er plek voor de mensen die naar hier worden gebracht zo meteen? Ja, er is natuurlijk plek. Er wordt natuurlijk vooraf afgestemd of ze de patiënten naar hier kunnen brengen. We hebben dus gemerkt dat de patiënten dus nu wel aan het traject is veranderd. Het zorgtraject is veranderd van COVID-19. En de patiënten worden dus eerder naar huis gestuurd of in quarantaine geplaatst. En op basis daarvan hebben we dus gemerkt dat we nu wel een constante flow van patiënten kunnen opvangen. Het Nationaal COVID-19 Management Team zet zich ten volle in de samenleving te informeren omtrent maatregelen en activiteiten rond COVID-19. Tijdens de reguliere persconferenties die deels via Zoom geschieden, verschaffen belangrijke actoren de nodige informatie aan en wordt ingegaan op vragen vanuit de burgerij. Op woensdag 24 juni 2020 werd de volgende informatie gedeeld met kijkers en luisteraars. Goedemiddag kijkers, vorige week hebben de VSB en de ASFA gesprekken gehad met het COVID management team. We hebben gesproken over met name de economische situatie in het land en de effecten van de lockdown op het bedrijfsleven, op de werkgelegenheid en op de economie. We hebben het COVID management team ook geïnformeerd over de inspanningen die de VSB en de ASFA plegen om onze leden te informeren hoe om te gaan met deze situatie. En we hebben ze geïnformeerd over de bijdrage die wij leveren aan winkels en andere organisaties om op een veilige manier hun economische activiteiten voort te zetten in deze hele moeilijke periode. Er zijn twee hoofdactiviteiten die wij nu momenteel uitvoeren met een groep van bedrijven. Eén activiteit is erop gericht om winkels langzaam maar zeker weer open te stellen en op een veilige manier en de winkeliers te informeren op welke manier dat het beste kan. En een tweede activiteit is om bedrijven te informeren over hoe zij hun werkplek zo veilig mogelijk kunnen inrichten om besmettingen op de werkplek te voorkomen. Het is een korte presentatie met wat slides en fotomateriaal. En dat vertelt een beetje over de activiteiten die we nu uitvoeren. De eerste is My Safe Store. Ik zei het al. Het is een initiatief
van VSB en de ASFA en een achttal bedrijven. En dat initiatief is erop gericht om winkels te helpen, winkels te openen en zodanig in te richten dat klanten op een veilige manier hun boodschappen kunnen uitvoeren. Volgende slide. Waarom is dit belangrijk dat de winkels open gaan? Natuurlijk, we moeten in staat zijn om onze boodschappen te kunnen doen. Het is ook een belangrijke bron van inkomsten voor de winkeliers en hun medewerkers. En natuurlijk voor de toeleveranciers. Hoe moeilijk het ook is, we moeten op een of andere manier onze economie draaiende blijven houden. En het openen van winkels is daar een belangrijk onderdeel van. Volgende slide. Dit zijn de bedrijven die samenwerken. Het unieke ervan is dat het ook bedrijven zijn die ook nog eens concurrenten van elkaar zijn. We hebben allemaal een groter belang, een nationaal belang. Daarom hebben deze bedrijven samen met de VSB en de ASFA de koppen bij elkaar gestoken en hebben een programma ontwikkeld wat we noemen Safe Store. Volgende slide. Wat houdt het in? Op de eerste plaats het informeren van de winkeliers over COVID en welke maatregelen zij moeten nemen om een besmetting van in hun winkel te voorkomen, een besmetting van hunzelf en een besmetting van hun klanten. We communiceren met de winkeliers via WeChat en WhatsApp. Daarin verschaffen we hun informatie, zowel in het Nederlands als in het Chinees. Zaken zoals handhygiëne, social distancing, etc. En dan proberen we middels boodschappen 2 tot 3 keer per week de winkeliers te informeren. Volgende slide. Daarnaast hebben we dus ook postermateriaal ontwikkeld en beeldmateriaal ontwikkeld. Volgende slide alsjeblieft. Het postermateriaal, beeldmateriaal, dat zijn stickers met informatie voor zowel de winkelier, maar ook als de klanten. En ook vloerstickers die helpen om de social distancing in winkels te handhaven. Je ziet daar op de slide een aantal voorbeelden en met stickers met instructies en de vloerstickers. En elke winkel die meedoet, die krijgt buiten opgehangen een poster wat zegt, wat aangeeft dat zij meedoen met het programma Safe Store. De focus is nu op 500 winkels. We hopen dit deze week af te ronden. Dat gaan we dan langzaam uitbreiden naar 800. Landelijk zijn er in Suriname ongeveer 2 tot 2.500 winkels. En uiteindelijk moeten alle winkels hieraan meedoen. Het is een langzaam proces. De winkeliers zijn natuurlijk bang. En begrijpelijk ook. Ze lopen risico. En samen proberen we dus die winkels op een veilige manier weer helemaal open te krijgen. Om het COVID-19-virus in te dammen, maakt het Bureau voor de Openbaar Gezondheidszorg deze week gebruik van drive- en walkthrough testlocaties. Zo kan een ieder met COVID-19-symptomen of andere griepsverschijnselen zich laten testen op het COVID-19-virus. Met de mobiele COVID-19-testunits worden verschillende locaties in Suriname bezocht. Op dinsdag 23 juni zijn op Lelydorp, Kwarasan en Rijsdijk 33 swabs afgenomen. Op woensdag 24 juni werd Paramaribo Noord aangedaan.
De bedoeling van deze testlocaties is dat wij hebben gezien dat er clusters zijn. We hebben 3 clusters geïdentificeerd in Paramaribo. En we dachten we gaan naar de gebieden om een beetje laagdrempelig op basis van de klachten, mensen die voldoen aan de case-definitie, dan die mensen te swabben. We hebben dat gisteren al gedaan, dat was Kwara Sangliri dorp. Daar hebben we toen 33 mensen geswabbed. Dus nu zijn we vandaag hier, Noord. Morgen zijn we op Abrabrochi om ook daar hetzelfde te doen. Dit is alleen voor deze 3 dagen. We gaan evalueren en dan gaan we kijken wat we verder gaan doen. Voor ieder, die mensen moeten eerst bellen, of eigenlijk niet bellen, mensen moeten appen of sms'en. En dan zouden we afspraak maken. We zien dat het niet zo makkelijk loopt, maar mensen lopen. Want we proberen te voorkomen dat we crowding zouden krijgen. Op dit moment hebben we dat probleem er nog niet. Maar ieder die klachten heeft, die mag komen. Het zijn de symptomen die je kan krijgen. We hebben een case definitie. We kijken naar koorts, hoesten, ademnood, koude rillingen, smaakverlies, reukverlies, diarree. Alles met een acuut onset. Iets dat plotseling is begonnen. En dan wordt er een triage gedaan door de artsen. En als je voldoet naar de case definitie, dan word je geswapt. Bij het swappen wordt alles, tenminste eerst de persoonlijke gegevens van de persoon geregistreerd. We registreren dat en dan wordt er ook geregistreerd welke klachten ze hebben. Telefoonnummer en dan wordt er een swap afgenomen. Telefoonnummer omdat we dan, als we het resultaat hebben, terug kunnen koppelen met de mensen. De Tropkliniek bij Situstraat. Daar bij de Urdultonde is het malaria-programma. We zijn daar bezig. Vandaag hebben we dan ook hulp van 4 Cubaanse artsen. Vanwege, je weet, hier hebben we meer mensen ook die een beetje Spaans en Portugees spreken. Dus we hebben 4 Cubaanse artsen erbij voor de taalbarrière. Als de kinderen ziek zijn, die worden ook zo kan voorkomen. Ja. De mensen die klachten hebben, die kunnen langslopen. Er wordt een triage gedaan. En dan, als je voldoet aan de case-definitie, word je geswapt. We zien dat er toch wat behoefte was, want er komen een heleboel mensen. Er komen ook mensen voor informatie. En nu al zien we dat het een succes is. Met het versoepelen van de full lockdown is Suriname een nieuwe fase ingegaan voor wat betreft COVID-19 in ons land. Het gaat om een transitie waarbij volgens president Desiree Boutersen onze eigen verantwoordelijkheid nu een doorslaggevende rol gaat spelen. Hoe gaat de man van de straat hiermee om en wat doet men om besmetting met het coronavirus te voorkomen? Focus peilde de meningen. Nou, ik vind het niet slecht. Als je kijkt naar de meerdere dingen die worden gedaan. Ik denk met name over die testen. Dat een zeer belangrijke item is. Die al lang eigenlijk gedaan moest worden. Oké, maar ja. Wat doe je eraan? Het wordt nu wel gedaan. Dus ik hoop dat nu alles goed zal gaan. We zien dat die besmetting een beetje aan het zakken is. Dus het gaat de goede kant op. Het ligt gewoon aan onszelf hoor. Ik vind het heel goed. We moeten verantwoordelijk zijn voor onszelf. Dus we kunnen niet, de regering kan niet steeds voor ons blijven bepalen. Iedereen zegt van ja, de president wil ons pesten. Men gelooft nog steeds niet in die corona, maar het is er. Dus hij leert ons om dan zelf voorzichtig te zijn. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid kennen. Een COVID-maatregel die versoepelt. Ik vind het boem. Waarom? Omdat die sma sang kan roken. Die kan roken nu. En die sma kan ook vrij voor. Maar sang goede winkel, goede boskopu. Die kan de moroboem. En die sma sang een serie los. Die roken, die groente, die vrucht, die sani. Dat die abon kans voor kan. Er is zeer dingen ook toe, zodat hij denk ik veel meer aan voelen toe. En ik heb ze nou proberen toe, zijn a COVID management moest orga ook toe, dat a bus is begeren, wat a bus is kiris maar ook toe. Want a bus, of je rijdt als je bijvoorbeeld voet moet nu weer kunnen staan, na 15, 10 tot 15 SED, tegen morgen varen naar 20 SED. Als je dat nog kan, dat is maar nog. Maar in kan roken, in ieder geval die noti. Maar tegen jouw vervoer voor je paai zo dieren. Dat vijf op paai als je dat. Vooral de bigismang, dat is maar zo. Nou, abe zo bradig. Zo, ik vind het boom. Want bijna ik attack hier.
Mi we bige fi adre kenka want fe e onderneem dat je tamalo de jou suda. Je bige si tak je go achteruit. Dus mi fene boom. We selisani we onderneem go do anga ding maatregele die de poti. We blijven gewoon thuis. Alleen noodzakelijk als je op straat moet, dan. Maar anders houden we ons gewoon aan de regels. Thuis bent, was je handen. Weet je, houdt ook een beetje afstand. Soms is het wel een beetje moeilijk. Maar zorg ervoor dat je niet op straat gaat. Wat ik aan mij doe, voel me beschermingsregio na. Zorg dat ik weerstand kon nemen toe. Dus dat mijn jang boem, jang dringen voeren. Zorg dat ik mijn bescherming tussen groepjes. Nou, ik denk 2 meter afstand. Overal waar ik ga, ook aan het werk, zijn we maar met ons tweeën. Handen wassen op tijd. Als ik van de stad ben, goed baden. Want ik heb kleintjes thuis, kleinkinderen, dus dat is het. En als het niet nodig is, ga ik niet uit huis. Jij verdraagt een mondkap, dus met Theo en Sjaal. Je hebt een hand sanitizer als spray. Dus je spuit hier samen naartoe, dat je kan wijzen naar mij. Dus, nou, je kan je gaan doen, afwezen. En dat erachter, daar. Zo meer kom, kom onderneem. Ja. Nu de full lockdown versoepeld is en enkele activiteiten weer zijn opgestart, heeft de Surinaamse samenleving een grotere verantwoordelijkheid in het beheersen van COVID-19. Behalve de maatregelen van overheidszijde om de besmettingen niet ineens te laten pieken, zal de individuele burger de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht moeten blijven nemen. Het betekent dat u de sociale afstand moet bewaren, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt. Daarnaast is de samenscholing nog steeds maximaal 5 personen. Door dit alles tot onze verantwoordelijkheid te maken, helpen we mee dat de volksgezondheid veilig is en dus niet onder druk staat. De afgelopen dagen is een aantal personen dat besmet was, genezen verklaard. Dit geeft goede hoop, maar tegelijkertijd moeten wij ons ervan bewust zijn dat er daarnaast nog steeds besmettingen plaatsvinden. Deze moeten echter beheersbaar zijn. COVID-19 is thans een realiteit en het controleerbaar houden van dit virus in Suriname kan alleen door gezamenlijke inzet. Dat was Focus. Onthoud, was en ontsmet uw handen na elke handeling. Houd u de sociale afstand van 2 meter en draag altijd uw mond- en neusmasker. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.